Rotania. Rien. Rotania. Hello, I'm Modi van Zeeland. Rien. What's up en welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Lem natuurlijk, jullie gamecommentator. En ja, het is me eindelijk nog eens gelukt om content te uploaden op mijn YouTube-kanaal. Maar eerst en vooral gaan we naar de NCL Discord-server, jawel. Want volgende week staan de feestdagen voor de deur. Ik mag Kerstman spelen op deze NCL Discord-server. Want ik ga 2 giveaways van Pro Cycling Manager 21 weggeven. Nu, wat moet je daarvoor doen? Natuurlijk moet je je wel vervoegen bij deze community. De link vind je in de omschrijving van mijn video, gewoon opklikken. Dat is een uitnodiging tot deze Discord server. En gewoon toetreden, natuurlijk ook blijven, dat is ook wel belangrijk. En dan ga je zien dat ik in één van deze kanalen volgende week een key ga droppen en die kan je dan inlijven om een gratis versie van Pro Cycling Manager 2021 te winnen. Als je niet weet hoe je die key moet gebruiken, kan je ook gewoon naar de omschrijving van mijn video gaan. Daar ga je een link naar een video terugvinden waarin het uitgelegd wordt. Voilà. Nu, wat is er nog zo speciaal aan deze NCL Discord server, die dus bestaat uit België en Nederlanders en nog een klein gedeelte buitenlanders, maar oké, die verstaan meestal onze taal niet. Je kan hier dus alles vinden over Pro Cycling Manager. Je kan hier ook gewoon het wielernieuws volgen. Je kan hier ook verhalen, carrières en allerlei dingen delen met natuurlijk de NCL'ers, want zo noemen ze. En uiteindelijk kan je hier ook nog wat palaveren over voetbal, over Formule 1. Jawel, Max Verstappen wereldkampioen geworden. Referentie naar Max, de film van Jacques Vermeire natuurlijk. Ja, heerlijke foto vind ik. Maar Swat, houd in de gaten dus. Volgende week 2 key drops, 2 giveaways van Pro Cycling Manager 2021 op de NCL Discord server. En wij gaan natuurlijk naar de Emiraten, naar het Midden-Oosten. Jawel, de UAE Tour gaan we rijden met Mari van Zevenhand. 7 etappes met eigenlijk daarin niet echt een bergrit. Alleen dat vindt PCM toch niet. Want op dag 2 gaan we al naar de Hattadam. Al is het eigenlijk eerder de Hatta zonder dam in deze 2022 versie. Op dag 3 gaan we naar de Jebel Hafid. Jawel, we gaan hem 2 keer doen in deze ronde. Ja, het is een willekeurige samengestelde ronde door Pro Cycling Manager, neem ik aan. Ik denk niet dat deze ronde ooit in real life 2 keer de Jebel Hafid doet. Maar oké, in deze versie is het dus wel van dat. Hopelijk kunnen we de eindzegen binnenrijven met Mari van Zevenhand. Het zou heerlijk zijn na al wederom een superstart. Nou ja, en Julien Alaphilippe is er ook bij. Maar Juju is dus geen wereldkampioen meer. Ja, excuses daarvoor. Ik ben het vergeten aanpassen, want Sepp van Marke is de wereldkampioen momenteel in deze Pro Cyclist mode. Jawel, je hoort het goed, Sepp van Marke is wereldkampioen. Maar ik moet dus Alaphilippe nog eens gaan aanpassen. Het zal voor de volgende video zijn, als hij in de Strade en Parijs-Nice gaat meedoen, tenminste. Evenepoel is er ook bij, ook deze Sam Bennett, jawel. De Wolfpack is alweer met heel wat talent, heel wat kleppers naar deze UAE Tour afgezakt. En ook deze Amaury Capiot gaat voor het allereerst in de blauwe kleuren van de Koning Quickstep aantreden. Hij is overgekomen naar dit Wolfpack-blok natuurlijk. De concurrentie in het Midden-Oosten komt van Garcia Cortina, Valverde, ook van Carty, ook van Caruso, Bilbao, Bauhaus. We moeten ook letten op Yates, Martinez en Kwiatkowski bij Ineos natuurlijk. Madoua is erbij voor Groupama FDG. Demar gaat sprinten. Trek met Simmons, Mollema en Nibali. Vingegaard is de kopman bij Jumbo-Visma. Dan hebben we nog Cosnerfa. Ook Ewan is erbij, net als Welles. Boani gaat sprinten voor Astana, jawel. Ze rijdt nu bij Astana. Soler zit bij DSM met Eekhoff en Bardet daar als de grote kleppers. Dan UAE, de thuisploeg moet ik stellen met McNulty, Gaviria en Christophe. Turgui en Latour voor Total Energy. We hebben Philipsen aan het sprintkanon bij Alpecin. Kokar is er, Yates Hamilton en Formolo. Die zijn erbij voor Bike Exchange. Quintana, Conrad en Kelderman bij Bora. Jawel, Nairo Quintana rijdt bij Bora in dit tweede seizoen. Nizzolo gaat sprinten voor Team Quebeca. Woods is erbij voor Israel Nation. Viviani voor Cofidis met Guillaume Martin ook. Dan hebben we nog Betty Jol bij Androni. En Holgaard bij Uno X. En dan Eolo met Izagirre. Jawel, Jon Izagirre is daar de nieuwe kopman.
Basso en Contador hebben het dus voor elkaar gekregen om de Spanjaard bij Astana weg te trekken. En Bennett, Ewan, Demar, Christophe, Nizzolo, Groenewegen, Philipsen, Viviani, Garcia, Cortina en Fernando Gaviria. Dat zijn de mannen die we dus in deze eerste etappe mogen verwachten in Dubai. En we gaan eens kijken wat Mauri eventueel kan. Hè. Wel, de Belgische kampioen, hij is er klaar voor. Oh, kijk eens aan. Plus 3 meteen. Hoppa. Bam, bam, bam. We zitten niet in een vormpiek of zo, maar de wielergoden zijn ons gunstig gezind. We zijn ploegmaat vandaag en we mogen eventueel ook een element spelen in de finale, in de sprinttrein voor Sam Bennett. Ja, we zullen zien of dat we dat gaan doen. Plus 2 wel op onze sprintstijd door onze goede dagvorm. Dus ja, 68. Wie weet kunnen we misschien voor onze eigen kans gaan. En de eerste aanvallen van de dag gaan ook de deur uit met Gregske, jawel. Nog steeds aan het rijden voor Ajuder Citroën in deze Pro Cyclist Mode. Tweede seizoen van Mari van Zevenhand, jawel, jawel. En wij gaan toch ook misschien even proberen mee te schuiven. Mag het? Ja, ik hoop het. Het zou wel natuurlijk gunstig zijn. Moesten bij de eerste tussensprint een paar bonies kunnen pakken. En natuurlijk andere renners die ook mee willen. Hè. Met z'n vieren nu. Bagioli, Martinelli schuiven even bij. Maar het peloton laat niet begaan. En dan gaan we andermaal nog eens proberen. Alweer Martinelli van Astana die meeschuift. De Italiaan. En laten ze ons deze keer rijden. Nee, nee. Die Neos Grenadiers dichten alweer het gat. Ja, ze zijn bang, hè. Ze zijn bang van Mari. We zijn inderdaad wel een potentiële kanshebber om de eindwinst te pakken in deze ronde van het Midden-Oosten van de Emiraten. En dan gaan we naar Silicon Oasis. Jawel, de finale hier in Dubai van de eerste etappe. En Bennett heeft daar duidelijk al een wiel gekozen. We gaan dus niet de lead-out kunnen doen. Bennett in het wiel van Philipsen. Hij op zijn beurt in het wiel van Ewan. En hij volgt natuurlijk de sprinttrein van Lotto Soudal. En op rechts zien we nu Groupama komen met de Franse kampioen Demare. Wel, Nizzolo zit daar klaar dan. En wij gaan er wat tussen de rijden, ja. Voilà. Alles en iedereen wat ontregelen. We zitten natuurlijk al in onze aero-houding. We gaan naar de laatste bocht en hier gaan we aan. Vlak voor de bocht, ja. Wie weet is de bocht een beetje ons voordeel. Ja, ik denk het niet. We gaan stilvallen. Ook Demare valt stil. Oh, en het is Sam Bennett die hem pakt. Jawel, Sam Bennett pakt de eerste rit hier in de UAE. In Dubai natuurlijk. Groenewegen op 2. Dan Demare. Dan Ewan Philipsen. Nizzolo. Ivan Garcia Cortina. En op plek 8, jawel. Mari van Zevenhand. Oké, lekker man. Meteen een top 10. Hier in de eerste rit in het Midden-Oosten. En ook Amaury Capiot heeft het best goed gedaan. 16e plek vandaag. Geen lead-out gedaan voor Bennett. Die koos gewoon volledig zijn eigen ding. Maar het heeft wel gerendeerd. Want de eerste ritzegen is binnen voor de Wolfpack. Ja, oké. En wij hebben niet zo goed gewerkt. Maar oké, gelukkig wint Bennett. Dus we pakken nog wat extra XP-punten daardoor. En dan gaan we naar rit 2. Tussen Dubai en Hatta. En dan weet je dat het eigenlijk de Hatta-dam zo gezegd is. Maar ik denk dat deze rit niet volledig naar de dam gaat. Hè? Dan zou er in principe eigenlijk ook Hatta-dam staan. Dus ja. In ieder geval Alaphilippe, Madoua, Evenepoel, Simmons, Woods, Kwiatkowski, Formolo, Cosnefra, Mollema en natuurlijk ook van Zevenhand. Ja, wie weet kunnen we hier al winnen. Op naar de Hatta-dam. Nu staat het daar wel bovenin. Je ziet het daar helemaal rechts bovenin staan. Dit moeten we nog gaan doen in de finale van deze tweede etappe. Maar we gaan er ook even een eerste persvraag in gooien natuurlijk. Die komt van Stan. Gaat Van Aert meedoen met het WK wielrennen? Ja, ik neem aan van wel. Ik vermoed dat Van Aert eigenlijk gewoon in het veld momenteel is begonnen met het oog op dat WK. Belgisch kampioen zal hij waarschijnlijk ook nog willen worden. Maar ik denk dat alles gericht is op het wereldkampioenschap veldrijden. Hè. Daar gaat hij sowieso meedoen. Tenzij dat hij iets voor heeft of zo. Maar normaliter krijgen we dus een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op dat wereldkampioenschap veldrijden. Ja, Pidcock misschien, ja. Pidcock niet vergeten. Hè. Die is niet als een bom of raket gestart zoals Van Aert. Maar ja, pas toch maar op van Thomas. Want als hij zich goed voorbereid heeft en echt geleidelijk aan het groeien is naar dat wereldkampioenschap, kan het toch nog een taaie klant worden.
Nou, wij gaan nu naar de Hattadam. Ja, geen idee waar de dam ergens ligt. Ik denk niet dat er veel dam aan is vandaag. Maar Rome Dennis met de lead-out. En nu van Zevenand. Laatste kilometer. Toch nog even wachten. Oeh, we worden hier wel dik overroeld. Oppassen dat we geen bloks krijgen. Ingesloten. Ah, daar Movistar toch met een blok. En wie gaat het hier halen? Kan Marie nog komen? Marie nog tegen de man van Ineos. Tegen de UAE-renner. Het is Kovi Kwiatkowski. En het is de Pol die hem pakt van de Ineos Grenadiers. Mikal Kwiatkowski voor Alessandro Kovi. En jawel, derde plek voor Marie. Bonis, dat is lekker. En we doen een plekje beter dan onze andere, de koning Quickstepper, Julien Alaphilippe, misschien wel de kopman eigenlijk in deze ronde. Maar natuurlijk gaan wij proberen uiteindelijk de kopman te worden of te zijn. Hè? Ja, dat is de doelstelling. Madouas op plek 5, Latour op 6. Ook de Fransen doen dus mee hier in het Midden-Oosten, dat is duidelijk. Evenepoel zat ook in de voorste gelederen. En wie verliest hier tijd? Einhorn. Oh, een Nairo Quintana. Oh, oké. Voilà. Lekker debuut voor Bora Nairo. Tijd verloren in deze UAE-tour. En ja, ik lag er een beetje mee. Dat is natuurlijk omdat Quintana wel toch een potentieel gevaar is om deze UAE-tour te winnen. Maar oké, als hij in deze etappe al zoveel tijd verloor, dan vrees ik toch dat de Colombiaanse kampioen van Bora Hansgrohe niet volledig in vorm zit. Voilà, etappe 3. En dat is de eerste keer dat we de Jebel Hafeet gaan doen. Twee keer dus in deze ronde. Met Alaphilippe, Conrad, Hamilton, Madouas, Vingegaard, Yates, Kwiatkowski van Zevenand, Kovi en Guillaume Martin als de bookies of de potentiële kanshebbers op de dagzegen. We gaan eraan beginnen, hè. Aan de voet van de Jebel. Net geen 11 kilometer, 7,5% gemiddeld. En ja, hier en daar echt wel steile stroken, hè, in deze beklimming. Kunstmatige berg is het, ja, jawel, jawel. Maar in ieder geval, wij gaan mee met de man in het groen. Want van Zevenand vandaag dus de groene trui aan. En hoe ver kunnen we komen? In ieder geval is het Quintana die de dans leidt. Is dat in dienst van? Of is dat voor eigen rekening? Ja, het kan. Heeft tijd verloren, dus moet vrij agressief koersen. Als hij nog iets wil verwezenlijken. Maar het lijkt me eerder voor Conrad dat hij aan het werken is hoor. Want hij zit zich nu op de kant. En het is Kovi die nu overneemt aan van Latour. Latour gaat de debatten openen. Alhoewel, Kovi gaat hem even lekker blokken. Ja, allemaal leuk op Pro Cycling Manager. Wij moeten zien dat we wel volgen. Hè. Wood schuift in, Bilbao is ook mee. En hier nog steeds van Zevenand met zijn luitenant voor hem, Rome Dennis. Is wel een gunstige helper. Hè. Ook de nieuwkomer natuurlijk voor de koning Quickstep in 2022. Niet in real life, mannen. Dit is allemaal fictief. Transfers zijn geregeld door PCM zelf. Oh, oppassen voor de bloks. Nu van Zevenand. In het wiel van de Britse kampioen Carty. En de concurrentie, ja, heb ik hier en daar onderweg al wel zitten monsteren hoor. Maar ja, in deze finale gaan we ons toch even concentreren op van Zevenand zelf. Hè. Die Guita zagen we hier ook even zitten. Formolo. En wij schuiven nu wel wat op. Evenepoel heeft het al lastig. Oh. Evenepoel gaat zo meteen de rol moeten lossen. Ook Dennis is uitgespeeld. Alaphilippe heeft wel nog wat zitten en wij schuiven op. Wij schuiven op naar de kop. Kom aan, Mariman. Hoppa. Kunnen we ze er zo meteen afknallen? Dat zou wel heerlijk zijn, hè? Meteen toeslaan op deze Jebel Hafeet. Eerste passage zal ik het maar noemen. Een paar etappes verder gaan we dan die tweede passage krijgen. En een kleine korte aanval, ja, ik wil me toch niet doodrijden, hè, want het is toch wel nog een tweetal kilometer. En wie zit hier in het wiel? Het is Woods met Hamilton. En wie gaat dan volgen? En moeten ze nu even het wiel los? Ja, het lijkt zo wel. Alaphilippe met nog een instructie. En we hebben een gaatje. We hebben een klein gaatje. De laatste kilometer is al lang ingezet. De laatste 500 meter nu. Ah, oh, ben ik iets te snel beginnen sprinten. Rode balk is weg. De gele balk ook. Ijzo na. Maar het schelke begint nu wel te werken. En we pakken de rit, zeg je wel, jawel. We kloppen Hamilton hierboven op de Jebel Hafeet. En wie komt dan uiteindelijk nog als derde? En krijgen we die tijdskloof? Dat is ook de vraag. Daniel Martinez is uiteindelijk de beste Ineos Grenadier vandaag. Voor Kovi dan Madouas. Maar deze man pakt hem, jawel. Marie van Zevenand, nummer 1 in de UAE Tour. Voilà, voilà. Hij is binnen. Kijk eens aan.
Oh, wat gaat het lekker dit seizoensbegin. Ook al de koninginrit gewonnen in de Tour dan onder. En ja, in deze UAE kan je moeilijk zeggen dat dit de koninginrit is. Want ja, ik zei het dus al. Binnen een paar dagen hebben we nog eens de Jebel Hafet. En ja, ik denk dat het dezelfde beklimming is. Bijna identiek dezelfde rit. Dus ja, zeg het maar. Wat is de koninginrit in deze ronde? Ik zou het niet weten. Het zijn bijna twee identieke etappes. Maar we staan wel in de rode leidersstrijd. Dat is ook belangrijk, mannen. Dat is meteen echt wel een dik voordeel pakken, hè. 8 seconden voor op Lucas Hamilton. 23 op Kofi. 25 op Martinez. En dan 29 op de andere favorieten. Met Alaphilippe op plek 6. Madouas op 7. Conrad op 8. Dan Yates. Adam Yates op 9. En Gianni Moscon op plek 10. En ook Evenepoel zit nog best goed mee. Hè? Ja, die zit ook nog in dat klein pelotonnetje in het algemeen klassement der favorieten. En dan gaan we naar de evaluatie. Een ritzegen erbij. Veel XP-punten, want we hebben dus een rit gepakt. Maar ook alle klassementen momenteel. En dan stijgen we wederom daar. En wie weet straks nog naar een volgend level. Dan gaan we naar etappe 4. Alweer in Dubai. Waar Bennett, Demar en Ewan de topfavorieten zijn. Nizzolo, Groenewegen en Viviani, twee sterren. Philipsen, Christophe, Gaviria en Garcia Cortina. Zij hebben één ster achter hun naam. En ja, we hebben natuurlijk een mooie voorgift. Ik ga het risico nemen, jawel. Ik ga deze even heel snel simuleren. Caleb Ewan heeft de rit gepakt voor Arno Demar, dan Gaviria. Bennett is nu vierde in deze simulatie. Terwijl dat hij dus de eerste massasprint wist te winnen. En wij verliezen geen tijd. Nee, godzijdank. Oef. Altijd gevaarlijk simuleren en Pro Cycling Manager. Voilà, etappe 5. En dat is alweer aankomen op de Jebel Hafet. Al lijkt misschien deze rit iets minder dan de vorige. Ik denk dat rit 3 de koninginrit was. Ik denk het, hè. In ieder geval alweer Alaphilippe, Adam Yates, Bardet wordt naar voren geschoven. Ook Martinez, Conrad, Van Zevenant, Madouas, Martin, Hamilton en Evenepoel. We staan al iets hoger in de pickorde of toch in de bookmakerstand voor deze etappe. Kunnen we een 2-op-2 boeken op de Hafet? Dat zou wel heerlijk zijn, hè. De man in het rood deze keer, Van Zevenant. En de laatste vluchters worden hier ook opgeraapt. Aan de voet van deze Hafet. Deze beklimming is 10,8 kilometer. Maar je ziet het stijgingspercentage 7,2. Terwijl het daarnet 7,5 was. En 10,9 kilometer als ik me niet vergis. Dus ja, de koninginrit hebben we gehad. Voilà, in ieder geval Demar maakt tempo. Want Kofi is gaan aanvallen. Oh, Arno Demar met hier een geweldige steun voor Madouas zal het zijn. Maar wie gaat dan overnemen? Molaar zit daar ook nog goed voor in. Aanval Martinez. Ja, er gebeurt in ieder geval veel meer op deze tweede passage van de Hafet. Of gewoon op de tweede keer de Hafet in deze ronde. En Molaar gaat nu controleren. Is Madouas zo goed? Ja, het zou kunnen. Momenteel nog niet echt gezien. Latour is wederom van de partij. Wederom een goede dag, ook in de eerste keer. De Hafet kwam Latour goed voor de dag. En alweer Dennis, hè. Alweer Rowan Dennis die ons uit de wind zet op de flanken van deze beklimming. Alaphilippe zien we daar opschuiven op links. Ja, Evenepoel alweer moeten lossen, hè. Ja, Evenepoel, Evenepoel. Het komt niet helemaal goed in deze serie, heb ik de indruk, met Remco. En we gaan hier wederom een bocht ronden. En wat kan Mauri nog? Wat kan Van Zevenant straks? Ja, de tweede rit zeg, zou wel gruwelijk zijn. Twee keer de bergrit winnen. Dan is de ronde binnen, maar oké. Okay. Geen tijd verliezen is ook eigenlijk voldoende vandaag. Kofi zit al best choco. Dat is ook mooi. De man in het wit. En Ineos neemt alweer over. Ja, moeten we vooral naar de Grenadiers gaan kijken. Carty volgt hier ook nog steeds gezwind. De mannen van Education dus. We zien daar ook Yates links voor Bike Exchange. Ja. Toch maar oppassen voor die Yates. En wij gaan stilaan naar de laatste kilometer. Maar we verliezen wel terrein nu op die Ineos Grenadiers. Kijk eens aan. Met z'n tweeën zet ze stevig door. Ja, ik probeer zo lang mogelijk te wachten. 600 meter, daar ga ik. Oh, die rode balken snel weg, man. Wow, wow, wow. Ook de gele balk weg. En dan is het Martinez tegen Carr.
Wie van de twee gaat het halen? Dedication of Ineos? Oh, Martinez begint vroeg te juichen, maar de Colombiaan pakt hem wel. Simon Carr is tweede, dan Guillaume Martin, dan Adam Yates, Marie van Zevenhand, Conrad, jawel. Hamilton ook alweer, top 10 vandaag, Kwiatkowski, Carty en Bilbao. Ja, de Britten talrijk aanwezig in de top 10, maar geen ritzegen. Dat is voor Colombia. Daniel Martinez pakt hem dus. Ja, hij is in orde hoor. Hij is zeker en vast in orde in deze ronde van de Emiraten. Vijfde plek voor Van Zevenhand, geen bonies. Dus we zien hier en daar wat mannen dichter schuiven. Maar Lucas Hamilton heeft geen tijd gepakt. Dat is op zich het belangrijkste. Want we hebben eigenlijk het zwaarste gehad hè, in deze UAE Tour. De twee bergritten zijn achter de rug. Geen tijdrit in deze 2022 editie. Caruso verloor vandaag minuut 17. Simon Yates uiteindelijk ook met een serieus tijdsverlies. Ja. Zat nogthans best goed daar op die slotklim. Maar uiteindelijk wel een uppercut gekregen. En veel te veel krachten verspild. Maar het was misschien allemaal in dienst van Lucas Hamilton. Hè. Dat zal wel zo geweest zijn. Hij staat nog steeds tweede op 8 seconden. Martinez nu op 15. Kovi op 23 samen met Kaar. Dan Guillaume Martin op 25. En het groepje van Conrad op 29 tellen. En voilà, wederom XP punten bij. Ik denk dat de volgende rit gaat prijs zijn. Of na de volgende rit gaat prijs zijn. Level 31. Het zit eraan te komen. We gaan naar etappe 6. We rijden over een vlak parcours. 157,8 kilometer. Naar Almirfa. En natuurlijk wederom kansen voor onze mannen, hè. Voor de Koenig, Quickstep, de Wolfpack. Met Bennett. Met niet Demar voor de Koenig, maar wel als concurrent voor Sam. Ook Giacomo Nizzolo wordt hooggezet. Net als Caleb Ewan, Philipsen en Groenewegen. 1 ster voor Viviani, Christophe, Garcia, Cortina en Gaviria. En dan gaan we naar de finale in Almirfa. En hier hebben we nog een klein knikje. Waar ook een tussensprint ligt op deze Almirfa Hill. Ja, het is maar een heel klein stuk heuveltje. Maar oké. We gaan toch wel wat opschuiven in het wiel van Mikel Frolich Honoré. Hij gaat zo meteen de lead-out doen. En ja, deze etappe is een leuke etappe. Want soms kan je de AI hier echt wel een dikke hak zetten door die bochtige finale. En vooral eigenlijk de bochtige laatste kilometers. Jawel, de laatste 2 kilometer is het ongeveer, hè. Gaat het van links naar rechts. Bocht, scherpe bocht eigenlijk ook nog straks. Je zal hem wel zien, de U-turn. En wij nu in het wiel van Alaphilippe, ja. Kan Julien ons naar een tweede zege loodsen in deze UAE Tour? Stel je voor, Honoré nu met de lead-out. Alaphilippe moet dan gaan overpakken. En zo meteen gaan we die U-turn gaan krijgen. En dan kan het soms spannen, hoor. Als je goed weg bent, een gaatje kan slaan, dan is het soms prijs in deze etappe. Voilà, de U-turn hier, hoppa. Van Zevenhand nog steeds in het wiel van Alaphilippe en nu moeten we eruit komen. Ah, de acceleratie was niet top. Oh, daar komt Bennett. Daar komt Bennett. Bennett gaat hem pakken of toch Alaphilippe? Nee, Bennett snoept hem uiteindelijk nog af van de Fransman. Maar wel een 1-2-3 voor de Koenig Quickstep. Ja, oké. En wij pakken nog bonies. Dat is het belangrijkste. Ja, voor ons is dat het belangrijkste. Maar oké. Voor die XP is het ook wel lekker dat Bennett de rit pakt. Al hadden wij eigenlijk zelf ook willen winnen. Dan hadden we ook die XP gekregen. Dus dat maakt niet zoveel uit. Alaphilippe, dus tweede. Van Zevenhand, derde. Dan Demar, Ewan, Groenewegen, Gaviria, Philipsen. En dit is het algemeen klassement. We lopen wat verder weg met de bonies. Ja, ik denk dat we de eindzege echt wel veilig hebben gesteld na vandaag. Al kan het zijn dat we met z'n valpartij of zo nog steeds de eindzege mislopen. In ieder geval, de evaluatie is wederom top. Wederom goed. En we gaan dus stijgen naar level 31. En dan kunnen we wederom gaan kiezen tussen een stijging of een progressie-evolutie op lange termijn. Of een directe statsverandering. En deze keer ga ik voor een directe statsverandering gaan. En het tijdrijden gaat nu wel omhoog. Oké, dat is wel leuk, want dat ging de vorige keer niet. Toen dat we nog eens een statswijziging konden doorvoeren. Daarom heb ik dan ook op lange termijn het potentieel aangegaan.
om dan die limieten van het tijdrijden vooral te verhogen. En we gaan dus naar 71 tijdrijden. We kunnen ook de heuvel en de klimstijd verhogen. Ja, dat is allemaal lekker, man. Recuperatie er ook bij. We gaan deze nemen. Jawel. Meteen een stijdsverhoging voor Barry van Zevenhand aan het begin van deze zevende etappe. De slotetappe is dat. Alweer rijden we naar Abu Dhabi. En het is Bennett, Ewan, Demar, Nizzolo, Christophe, Groenewegen, Philipsen, Viviani en co. die kans maken, want het is weer een biljartvlak parcours vandaag. Hè. 125 kilometer. En we gaan meteen aan het begin van deze rit naar de volgende persvraag. Berre, wat vind je van de transfer van Thijs Benoot die naar Jumbo-Visma gaat? Ja, een prachtige transfer voor Van Aert, denk ik. En eigenlijk voor de ploeg ook. Ja, Benoot die kan iedere ploeg gebruiken. Hè. Polyvalent renner, kan klimmen, kan over heuvels, kan over kasseien. En als hij Van Aert goed kan bijstaan in die klassiekers, ja, dan kan dat alleen maar een gewin zijn voor Waartje, voor Jumbo-Visma. En ze hebben daar ook nog Laporte erbij gekregen, hè, dit seizoen. Niet vergeten, of komend seizoen, ja, we zijn nog niet 2022 in real life. En dan Kiel en Jarde hadden nog een persvraag. En het is eigenlijk bijna dezelfde vraag. Wat vond je van de dominantie van Van Aert in de veldrit in Boom? En de vraag van Jarne was, wat vond je van de prestatie van Wout van Aert in Boom? Ja, superieur, hè. Eerste drie veldritten, perfect gestart. Wout van Aert nog niet tegen de grootste concurrent, maar wel top gepresteerd. Staat er meteen iedereen weggeblazen tot nu toe. Dus ja, kan er alleen maar stil van worden en mijn pet vooraf doen, zou ik zeggen. In ieder geval, hier zitten bij de slotsprint. Wie gaat hem hier pakken? De allerlaatste rit. Wij komen niet meer in de problemen. En het is Bennett die hem alweer pakt voor Garcia Cortina. Derde keer de bloemen dat hij hem pakt. Hè. Sam Bennett, jawel. Groenewegen vindt is al terug op 6. Dan bijzonder snel op 7. In deze ronde van de Emiraten. Elkaar op 9. En Wals Demare was uiteindelijk derde in deze slotetappe. Voilà, daar is de eindwinnaar van deze UAE Tour. Wel, zonder een Pogacar en zonder een Roglic, moet er toch nog even bij zeggen. Hamilton is tweede, Martinez is derde, Kofi en Alaphilippe voltooien de top 5. En ja, we pakken ook de nevenklassementen. Hè. We zijn de beste klimmer, al hebben we geen trui op het podium. Dat is vreemd, maar oké. Okay. Van Zevenhand wel de beste sprinter. 3 punten voor op Sam Bennett. Ja, ook dit klassement nemen we. We zijn ook de beste jongeren. Jawel, het kan er allemaal bij. Het zijn allemaal XP-punten. En het ploegklassement wordt gewonnen door de mannen van Ineos voor de Wolfpack. Jawel, voilà, voilà. Tweede World Tour ronde dit seizoen. Waar we aan de start komen. En waar we dus ook gewoon de eindzegen pakken. Alaphilippe was dus uiteindelijk vijfde voor de Wolfpack. En Remco Evenepoel vonden we terug op plek 15 in deze ronde van het Midden-Oosten. 2 minuten 20 heeft hij uiteindelijk moeten inboeten op zijn ploeggenoot en ons. Marie van Zevenhand natuurlijk. Voilà. Evaluatie. Wederom heel wat XP-punten erbij. Ja, kijk eens aan. 68 meteen erbij knallen. Dat gaat lekker. Dan gaan we al heel snel naar 32 gaan. Al moeten we natuurlijk wel de volgende aflevering wederom gaan presteren om dat XP-level op te krikken. Voilà, we hebben stats erbij gekregen. We hebben nu 78 op klimmen, 79 op heuvel. Ook een puntje erbij op tijdrijden. Dat gaat naar 71. Ook recuperatie is gestegen. Dus dat is allemaal mooi. Zo komen we aan het einde van deze 14e aflevering van de Pro Cyclist Mode op Pro Cycling Manager 21 met Marie van Zevenhand. Als je zelf ook nog een PCM 21 versie wil winnen, vergeet niet de NCL Discord community te vervoegen. Want de volgende week dus 2 giveaways door de kerstman himself. Ik namelijk gesponsord door de NCL Discord community. Gaan we dus 2 versies weggeven van die PCM 21. En dan zie ik jullie graag terug komende zondag op mijn YouTube kanaal voor een nieuwe aflevering. Het zal geen wielrennen zijn. Het is wel FUT 22 FIFA Ultimate Team. Waar ik nogmaals jullie ga tonen hoe de progressie is geëvolueerd in mijn team. Met de 0 euro cash input challenge natuurlijk. En ik ga jullie ook meenemen in een volgende strijd van de Division Rivals. Waar we nu hopelijk wel Divisie 1 kunnen halen. Nadat we dus in het eerste seizoen net niet Divisie 1 hadden gehaald. Maar oké, ik wist dus ook niet dat er daar een degradatie kwam. In ieder geval een nieuwe challenge, een nieuwe uitdaging. Zijn we in Divisie 1 geraakt of zijn we zelfs hoger geraakt? Kom het bekijken komende zondag of de dagen nadien. In ieder geval ook bedankt om naar deze te kijken. Abonneer nog gerust op mijn kanaal.
Tot de volgende en bye bye.